Suriname is van 1 oktober tot en met 31 december dit jaar de voorzitter van de permanente raad van de OAS in de persoon van ambassadeur Maarten Schalkwijk. De Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, houdt van 5 tot en met 7 oktober haar jaarvergadering in Lima, Peru. De jaarvergadering is het hoogste orgaan van de OAS. Tussen de jaarvergaderingen in is het vooral de permanente raad van ambassadeurs die de belangen van de OAS behartigt en toeziet op de uitvoering van de besluiten. Per 1 oktober 2022 zal Jason van Genderen in dienst treden van de Stichting Sint Vincentius Ziekenhuis. Hij volgt daarmee Michael Blokland op, die na het vertrek van Manoj Hinduri als waarnemend algemeen directeur van het ziekenhuis optrad. Van Genderen was tot en met 30 september 2022 werkzaam als algemeen directeur van het regionaal ziekenhuis Wanica. De Amerikaanse ambassade heeft ruim 4.500 Amerikaanse dollar aan tandheelkundige benodigdheden en $8.000 aan medicijnen gedoneerd voor het project Grammati in Apura. Ook heeft de ambassade ruim $10.000 aan schoolbenodigdheden voor alle 470 studenten ingekocht. De donatie is afkomstig van US Southern Command, Southcom. Het project loopt sinds maandag deze hele week in Apura.